Vergeetachtig zijn we allemaal wel eens. Maar als het Alzheimer wordt, dan is het knap lastig. En we weten, dementie komt heel veel voor. 1 op de 5 mensen krijgt sowieso dementie of Alzheimer. Niks aan te doen. Maar er ontstaan ook hele mooie initiatieven door mensen die echt een warm hart hebben voor iedereen. Nou, 2 mensen daarvan staan nu bij mij en die gaan zich even voorstellen. Gerry Jansen. En ik ben Margret Ooms. Gerry en Margret, nou, er komt iets nieuws in Kuik. En Gerry, jij gaat mij vertellen wat dat is. Ja, we beginnen met een onvergetelijke kookclub, Kuik. En daar is de bedoeling dat mensen met dementie, dat die met hun partner of mantelzorger, dochter, maakt niet uit, de buurvrouw, samen koken. Dus eigenlijk een soort restaurant misverstand, zoals we dat de afgelopen paar jaar op tv hebben gezien. En dat willen we hier in Kuik gaan opzetten. Ja. Jij bent specifiek van Alzheimer Kuik. En jij bent van Alzheimer Nederland. Ja, klopt, ik ben van Alzheimer Nederland en ik ben de regiocoördinator Zuidoost. En een van de afdelingen die ik ondersteun is de afdeling Land van Kuik en Gennep. En nou ja, we hebben met elkaar bedacht dat we hier ook in Kuik een onvergetelijke kookclub gaan starten. Want het is niet de eerste, het is inmiddels al de 27e. Dus ja, enorm veel leuke initiatieven in het land. Ja. Ja. Gaat dat dan allemaal op dezelfde manier of kunnen mensen zelf hun eigen creativiteit erin gooien? Nou, het gaat eigenlijk allemaal op dezelfde manier. We werken in dit project samen met Resto van Harten. Die levert de koks, die zorgen voor het menu, doen de boodschappen. En elke kookclub, de afdeling zorgt voor vrijwilligers. En met elkaar gaan we samen met de mensen met dementie en hun mantelzorger, dochter, vriendin, buurvrouw koken en ook samen opeten. Ja. Het is altijd een 3-gangen menu en vooraf altijd een hapje met een welkomstdrankje. En ja, de mensen met dementie zijn hier dan lekker 3 uur met elkaar aan het koken en gezellig aan het opeten. Dus, ja. En dan is ook de vraag, waarom? Waarom? Nou, wat mij vooral triggerde was van, ik wil laten zien, mensen met dementie kunnen nog een heleboel. En hoe kunnen we dat beste laten zien door ze te laten koken? Dus laat dingen te doen en er hoeft niet eens te zijn alleen maar koken. Ik bedoel, we hebben ook mensen nodig die de tafel dekken, die het toetje verzorgen, die bloemetjes in de vazen zetten. Dus ja, daardoor kunnen we juist ook laten zien dat mensen met dementie nog een heleboel wel kunnen. En ze kunnen meedoen met alles wat er gebeurt. En dat is eigenlijk een van de dingen die ik gewoon heel belangrijk vind. Ja. Maar kunnen dat mensen niet gewoon thuis doen? Of als ze bijvoorbeeld in een verzorgingshuis zitten of zo? Nou, want nu zijn we, even voor de kijkers, we zijn nu bij de MFH in de Valuwe in Kuik. Ja, ja. Nou, mensen met dementie gaan niet zo graag meer naar een restaurant. Daar begint het al mee. En juist door samen te koken is het ook een manier dat mantelzorgers ontmoeten elkaar. Dus het is ook een samen zijn van. Maar ook mensen met dementie hebben weer eens iets anders om over te praten. Er is wat meer ruring, zeg maar, in hun leven. Nou ja, dat is gewoon hartstikke belangrijk. Dementie is natuurlijk in heel veel verschillende stadia's. Mensen die een beetje vergeetachtig beginnen te worden of mensen die echt de weg kwijt zijn. Het huisgevoel inderdaad, dat is een beetje vergeetachtig, daar begint het mee. Ja, maar inderdaad, heel veel verschillende stadia's. Ja, en eigenlijk komen de mensen met dementie die naar de kookclub komen, die wonen over het algemeen nog wel thuis. En die vinden het gewoon leuk om onder de mensen te zijn en met elkaar nog actief te zijn. Ja. Ja. En hoe gaan jullie die mensen bereiken? Nou, mensen kunnen zich opgeven. En op dit moment zijn de ouderverpleegkundigen of de case managers dementie. Die benaderen al mensen. Daarnaast komt het vanaf nu op de tv. En staat het ook straks in de pers. Dat we daarmee gaan beginnen. Dat mensen zich ook op kunnen geven op die manier. En voor hoeveel mensen hebben jullie ongeveer plek? Nou, maximaal 20, dus 10 koppels noemen we dat dan. 10 mensen met dementie en hun partner, mantelzorger, noem maar op.
Maar we hebben al gezegd van wij beginnen, als we met 3 koppels beginnen, vind ik ook al fijn. En we hebben inmiddels ook een groep van 12 vrijwilligers die deel willen nemen. Dus die gaan in groepjes deelnemen. En ongeveer 5 vrijwilligers zijn er per keer nodig. Dus ja. Op die manier gaan we starten. Ja. En hoe vaak? 1 keer per maand, altijd de 3e donderdag van de maand. En ik wou er net nog bij zeggen, er zijn wel kosten aan verbonden. Op dit moment hebben we het zo laag mogelijk de kosten gehouden en gaan we voor 7,50 per persoon. Dus Maar dan ben je een paar uur bezig en je hebt een heerlijke maaltijd. Ja, je hebt echt een lekker 3 gangen menu. Met een hapje en drankje vooraf en nog koffie en thee na. Dus superleuk, denk ik. Ja. En we gaan starten op een hele bijzondere dag. Ja. Hoezo? Op 21 september is het Wereld Alzheimerdag. En ja, dat is toevallig de 3e donderdag in september. En dan gaan we hier van start. Ja. En ik heb begrepen van Gerry dat de eerste aanmeldingen al binnen zijn voor koppels. Dus ik denk dat het helemaal goed gaat komen. Dat komt hartstikke goed. Ja. De scholen hier in het land van Kuik doen allemaal mee. En verzorgen een lunch op 21 september voor mensen met dementie en hun familie. Dus daar wordt ook straks bekendgemaakt. En wat ik zo mooi vind, is dat de scholen ook aangegeven hebben. Van tevoren willen we een soort training in het omgaan met dementie. En dat krijgen ze ook. Week voorafgaand krijgen de kinderen een training omgaan met dementie. En dan Wereld Alzheimerdag gaan ze lekker lunchen met de mensen met dementie. Dus ja, ik ben super enthousiast daarover. Het borrelt enorm van enthousiasme in de afdeling Land van Kuik en Gennep. Ja, ja, superleuk. Ja. Nou, heel goed. We wensen jullie heel veel succes. Ja, dankjewel. En smakelijk eten. Ja, dankjewel. Gaat lukken. Dankjewel. Gaat lukken. Maar wat wij eigenlijk juist willen straks met onze doelgroep, is dat zij aan het werk gaan en dat zij juist niet verloren lopen in nood. Ik heb toen wij waren begonnen in Veghel, daar waren we inderdaad begonnen, maar toen vroeg ik op een gegeven moment, we waren we klaar en toen vroeg ik aan iemand, nou hoeveel heeft u nou de avond ervaren, was een persoon met dementie. Ik zei, ik vond het heel leuk, ik vond het koken heel leuk, maar eigenlijk het belangrijkste was dat ik niet verloren was gelopen in mijn hoofd. En het was voor mij zo'n mooi compliment. Nou, dat als professionele kok ben je eigenlijk gewend, heb je een hele andere focus. Want wat dan belangrijk als je professioneel kok bent, is dat er een heel mooi bordje op tafel komt en dat die smaakervaring er is. Dat is eigenlijk waar je het voor doet. Maar voor ons is dat straks niet het belangrijkste. Voor ons is het belangrijk dat de gasten die we hebben, dat die mee worden genomen, dat ze geactiveerd worden. Niet overbelast. Aan de andere kant ook weer niet onderbelast. Hoe je dat ook moet noemen, dat het gevoel hebben, nou, ik heb eigenlijk helemaal niks gedaan. Ja, dat, daar gaan wij die balans gaan wij bij helpen. Maar vooral ook dat ze rust hebben, dat ze niet, zoals die meneer het zei, verloren lopen in hun eigen hoofd. Nou, een van de dingen die ons daarbij gaan helpen, is een hele goede voorbereiding. Inmiddels staan we in de keuken en nou ja, je hebt de vrijwilligers allemaal al welkom geheten en al het een en ander uitgelegd, want jij bent een van de koks. Ja, klopt. Ik ben een van de koks. En wat wij doen, we zijn natuurlijk allemaal koks uiteindelijk. Maar elke locatie heeft eigenlijk ook gewoon een professionele chef. En die helpt zeg maar, de vrijwilligers in het hele proces. In de voorbereiding, maar ook tijdens de avond zelf als de doelgroep erbij komt. Echt stap voor stap ga je de dingen doornemen? Ja. Dus het menu bestaat uit verschillende onderdelen van hoofdgerecht, een voorgerecht natuurlijk ook en een nagerecht. En die hebben we dan weer opgedeeld in verschillende stations. En op het moment dat de doelgroep binnenkomt, verdelen we ook zeg maar, al die verschillende werkstations. Ja. En wie maakt het menu? Doen jullie dat? Nee, zeker niet. Wij zijn eigenlijk vooral ondersteunend. Zorg ervoor dat alles goed klaar ligt. Maar de gasten zelf, die zullen zelf het menu maken uiteindelijk. Ja. Ja.
En is dit je normale werk? Doe je dit vaak zoiets? Dit is ja, een onderdeel van mijn baan, van mijn normale werk. Ja. Ik doe dit op heel veel verschillende locaties in Nederland. We zitten van Groningen tot Maastricht, zeg maar. Dus ik denk eind 2023 zullen we iets van 30 kookclubs hebben in Nederland. En ik mag daar een aantal van begeleiden. Ja. Nou, ik hou jullie niet van het werk, want ik zie hier allemaal gele schorten. Die staan te popelen ja, om de handen te wassen en te beginnen. Hè? Ja, zeker. Ja. En ik heb er ook alle vertrouwen in. Natuurlijk ook naar de vrijwilligers uitspreken. Misschien dat in het begin is het spannend, want je gaat voor een grote groep koken. En dat is niet iedereen gewend. Maar het komt uiteindelijk, dat is ook wel fijn, na 2 jaar als je die ervaringen hebt gezien. Is het altijd goed gekomen. En dat zal nu ook in Kuik wel zeker het geval zijn. We hebben er vertrouwen in hoor. Ik ook, absoluut. Ja, dank jullie wel. Ja. 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 Ik denk, ei. Zo. Ei. Dan moet je de ei.